De buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur van de Franse Republiek, Nicolas de Boleyn de Lacoste, heeft op woensdag 28 september zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Santokki. Bij deze gelegenheid zei de president de gezamenlijke initiatieven van Suriname en Frankrijk op verschillende gebieden toe te juichen. Het gaat voornamelijk om het bevorderen van duurzame ontwikkeling in met name het grensgebied. De dag van de bewustwording van voedselverspilling wordt vandaag wereldwijd herdacht. Op deze dag, die sinds 2020 door de Food and Agriculture Organization of the United Nations is uitgeroepen, wordt er aandacht gevraagd voor voedselverspilling en afval. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is er 11,6% voedselverspilling per jaar. Dat neerkomt op 220 miljoen ton voedsel. Surinamers die gisteren voornamelijk met American Airlines vanuit Miami moesten reizen naar Suriname, zijn gestrand in de Verenigde Staten. Als gevolg van orkaan Ian, die momenteel door Florida raast, zijn duizenden vluchten geannuleerd. De consul-generaal van Suriname in Miami heeft zich over de passagiers ontfermd. Bijzonder is dat de vlucht van Suriname Airways wel normaal werd uitgevoerd.